Nou, welkom. We zijn hier vandaag aanwezig in de Grolsvesten. Naast mij staat Daan Rots, Michel Flap, team 1, team 2, Dimitris Limnios en Julio Pleguzuelo. We gaan beginnen met een cook battle. Team 1 gaat een gevulde paprika maken en een gevulde courgette. Team 2 gaat een hakvleispannen maken met allemaal apparatuur van GGM Gastro. Jongens, willen jullie gaan beginnen met het snijden van de groentes? Zeker, gaan we het doen. Ga ik beginnen met het vlees doormalen voor jullie? Lekker. Ja? Lekker. Jongens, als jullie willen beginnen met het snijden van de uien, de knoflook en de paprika's, maak ik het vlees voor jullie. Ja? Michel, er zijn natuurlijk op Instagram ook natuurlijk vragen gesteld. Ja. En, onder andere hebben we een vraag van Kelly Veldhuis. Oké. Van wat jij het graag thuis kookt. Ik moet zeggen, als ik... Je hebt het net over pasta pesto. Ja, als ik kook, en dat is echt heel schaars, dan kook ik vaak een pasta pesto met crème fraîche erdoorheen in de saus. Beetje zout en peper. Dan maak je met de klein beetje tabasco, parmezaanse kaas, tomaatjes, paprika. En dat is een lekkere pasta, moet ik zeggen. Hey Daan, we hebben nog vragen binnengekregen van Douwe Loos. Ja. Of je al ooit het befaamde broodje Twente aan hebt gehad? Meerdere malen. En? Ja, fantastisch. Ja, het schijnt ik wil die ook wel eens hebben na de wedstrijd. Ja, dat moeten we even overleggen. Ja, want vroeger ging ik altijd naar Twente en toen standaard 1 of 2 broodjes Twente al tijdens de wedstrijd. Dus ja, top. Waar zie ik mezelf over 10 jaar? Dat Barcelona? Oh. Nou, ik moet zeggen, ik zou nog wel graag een buitenlands avontuur willen. Maar ik zie mezelf ook wel in mijn huis in Friesland zitten. Maar gewoon huisje, boompje, beestje? Of? Ja, ik hou wel van Friesland. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind Twente ook heel mooi. Okay. Dimi, wat was jouw beautiful moment in je carrière? De cup en de league with Pauk. Ah, oké. Okay. Daan, wat was jouw mooiste moment? Voor mij, het was mijn goal against AZ. En hoe lang speel jij al voor de club, Daan? Je komt uit de jeugd, toch? Ik kom zeker uit de jeugd. Ik speel al sinds 2011 hier. Dus je bent echt als... Je broertje speelt je toch ook, toch? Ja. Ik ben, zoals ze dat noemen, een kind van de club. Een kind van de club, oké. Het Twente DNA. Alright guys, can we finish? Vamonos! Great job! Applausje voor jezelf! Hey jongens, goed gedaan. We zijn klaar met de battle. Daar zit de jury. Mogen jullie allebei een bordje naartoe brengen. En voor de winnaar is er nog een prijs. Dus jongens, voel die druk. Dankjewel allemaal. Kijk eens aan. Ja, ziet er goed uit deze. Ziet er heel goed uit. Zo. Dankjewel. Kijk eens, smakelijk.
Ja, ik geef 3,5 omdat de paprika zijn lekkerder dan de rijst. Ik geef een 4 voor de paprika met het gehakt wat erin zit. De rijst vond ik wat minder, maar ja, de paprika maakt veel goed. Ik geef een 3, omdat de andere is lekkerder dan deze. Ja, ik geef ook een 3. Ik vond dat andere met gehakt met de paprika vond ik wat meer smaak hebben. Zodoende geef ik een 3. Nou, we hebben een winnaar. Kik en Jacob die hebben zojuist de winnaar bekendgemaakt. En het team hier naast mij, die hebben 6 punten behaald. En het team hier naast mij hebben 7,5 punten behaald. De winnaars! Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Dank u wel. Jullie hebben goed gedaan. Top. Well done. Voor de winnaars hebben we nog een prijs ter beschikking gesteld. Die wordt aangeboden door de Tortenboss. Is een hele bekende influencer uit Duitsland met 100.000 volgers. Dankjewel. Thank you very much for the surprise. Thank you, Tortenboss.